Janneke en Danny. Zijn jullie er klaar voor? Yes, yes, yes. Ben je er klaar voor, Janneke? Ja! Get ready for the battle! Jullie staan nog eventjes na te shaken van dit moment. Wat een ongelooflijk gevecht was dit. Maar ik ben nu toch ook wel eventjes benieuwd wat de jury vond van deze waanzinnige battle. Ja. Jan, wie is volgens jou de winnaar van deze battle? Fantastische battle. Echt. Ook de verwondering in jullie beide ogen. Van hoe gaan we dit aanpakken met onze technische achtergrond. Maar het is gelukt, jongens. Fantastisch gedaan. Nee, echt. Ik vond het tof. En ik vind jullie allebei supergoed. Daar heb ik geen geheim van gemaakt. Ook in de shows niet. Ik ben heel trots dat er twee zulke goede moderne dansers in de finale van de finale staan. En allereerst daar een groot applaus voor, alsjeblieft. Dat verdienen jullie. Mijn winnaar van de battle is ook degene wie ik hoop dat vanavond zal winnen. En ik gun het je, Anneke, maar mijn winnaar is Danny. Ish, wie is volgens jou de winnaar van So You Think You Can Dance 2013? Ja, yeah. Allebei zo sterk. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van voorkeur. Voorkeur van stijl en voorkeur van dansen. Ik moet, ja... Ik, Danny. Sorry, maar Danny. Yevgenia, wie heeft deze battle gewonnen? Hij is heel simpel en heel duidelijk. Allebei geweldige dansers. Maar spijt me, kleine blonde vrouwtje. Dat power die in haar zit. Hey, niemand kan haar aan. Niemand. Danny niet. Zij mag winnen. Dan. Yeah, I just want to say it's so great after this entire season, everything, to see the two of you have so much fun up there in that battle. That's awesome. But my support will not change. My vote still goes to Anneke. Woo!